Welkom. Mijn gast vandaag werd in 1974 geboren in de stad Nieuw-Amsterdam in Brits-Guyana, een land naast Suriname in Zuid-Amerika. Maar omdat zijn moeder in Suriname was geboren, had ze een Nederlands paspoort en vanwege de landelijke en politieke spanningen vertrok het gezin met vader, moeder en twee kleine kinderen 5 jaar later in 1979 naar Nederland. Aanvankelijk dachten ze dat ze in Haarlem waren terechtgekomen, maar het werd toch echt het volledig voor hun onbekende Heerlen. Na de lagere school in Eikenderveld ging mijn gast van vandaag rechten studeren in Maastricht. Na deze afgeronde studie trok het avontuur en meldde hij zich bij de marine. Na te zijn opgeklommen tot luitenant ter zee nam hij daar ontslag en begon te werken als advocaat. Nu is hij mede-eigenaar van een eigen advocatenkantoor en ik ben heel blij dat hij ondanks zijn zeer drukke agenda hier even aan tafel kan komen zitten. J. Mokram. Prachtige achternaam. Dank je wel. Dadelijk over hebben. Ja. God, ja of nee? Nee. Stop. Ik heb geen geloof. Links of rechts? Links. Moskovic of Spong? Spong. Ja? Mm. Vanwege zijn achtergrond of vanwege zijn kennis? Beide. Voetbalvereniging Bekkerveld of Roda? Roda. Ik speel bij Bekkerveld. Ja? Ik kies voor Roda. Je speelt nog altijd bij Bekkerveld? Ja, ik speel bij de Veteranen. Een hele leuke club, maar ook zeer geschikt team. Burgerlijke ongehoorzaamheid, ja of nee? Altijd ongehoorzaam. Mag je altijd ongehoorzaam zijn? Nou ja, dat is misschien... Ja, dat zeg jij natuurlijk nu als advocaat. Want dan kun je wat meer verdienen. Laat ik het zo zeggen. Als ik het moet nuanceren, dan zeg ik dat je altijd kritisch moet zijn. Ja. Je mag het goed bekijken. Je moet het goed bekijken. Mm-hmm. Altijd zelf nadenken. Ik vind het echt leuk, want je hebt fantastische foto's meegenomen. Ik vind dat zo ongelooflijk. We beginnen namelijk met een foto van het gezin Mokram. Pa, ja. Ma, is dat oma? Dat is oma, ja. Jay is de kleinste. Ja. En dat is je broer. Ja. Niemand meer bijgekomen? Nee. Twee kinderen. Je broer heb ik gelezen, want ik heb gegoogeld en ik heb het artikel gelezen van Hein Smit. Mm-hmm. Je broer is momenteel huisarts, mm-hmm, in Vlissingen. Dat klopt. En jij bent advocaat. Ja. Ik vind dat geweldig. Waar was dit? Was dit in Guyana? Dat is bij ons in de voortuin. En ik heb ook een plaatje van het huis. Ja, die heb ik bij me. En dat is hier achter het huis. Ja. Tenminste, dat is mij verteld. En ik kan me het niet meer zo goed herinneren. Nooit meer terug geweest? Nee, nooit meer. Ook niet in Suriname? Ook niet, nee. Caribisch trek niet? Nee. Heel raar. Heel veel mensen vragen me dat. Maar... Nee, ik heb ook niet echt de behoefte om terug te gaan. Ja. Nee, het trekt totaal niet. Ik vind het natuurlijk wel leuk om er zelf naar te kijken. En mijn ouders vertelden mij, ja, wij stonden daar in onze achtertuin. En heel trots vertellen ze dat ze een hele grote achtertuin hadden. Met een heel groot huis. Mm-hmm. Wat deed je vader? Mijn vader was boer. Rijstboer. En in de familie werd rijst verwerkt voor de hele regio. Ja. Ja? Ja, een heel hecht gezin. Maar je vader was van Guyana en je moeder had een Surinaams paspoort. Nederlands paspoort. Ja, mijn oma die... Ja, je hebt hier een foto van meegenomen. Geweldig, oma. Ja, maar die heeft ook een heel belangrijke rol. Want je ziet ook de samenstelling van het gezin, daar staat oma bij. Ja. Ja, zo ging dat. Tenminste, ik begreep dat in de Hindustaanse cultuur dat grootouders zeker in het begin heel erg betrokken worden. Omdat de regels, zeg maar, door grootouders worden doorgegeven. En dat blijkt ook wel, want mijn oma die heeft mij bijvoorbeeld mijn naam gegeven. En jij introduceert mij met J. Mokram, maar het ligt eigenlijk iets anders. Je ziet ook op mijn kaartje staan M.J. Mokram. Het begint dus met een M. Ja. En de M staat voor Mitra Deo. En dat heeft mijn oma gedaan. Zij heeft mij, ja, want zo ging dat, oma mocht bepalen hoe ik dan ging heten. En dat werd, zei, ja,
zij doet veel met sterren en zo. En ik weet niet wat dat allemaal inhoudt. Maar zij bekeek het in een boekje wanneer ik geboren was. Het tijdstip, dag en maand en jaar. En kwam zo uit op de naam Mitra Deo. En razend... Heeft dat Deo iets te maken met God? Ja, wat ik begreep wel. En krachtig en nog meer van hele mooie termen. Maar ik vond het vooral een onpraktische naam. En mijn ouders ook. Want vanaf dag 1 zeggen mijn ouders tegen mij Jay. Maar het is wel officieel Mitra Deo. En dat is ook misschien een leuk verhaal. Mijn ouders zijn mij Jay gaan noemen, omdat mijn eerste woorden ook Jay was. En ja, dat was praktischer dan Mitra Deo de hele tijd. Ja. Trouwens, het gebeurde bij ons ook hoor. Oma's en opa bepaalden ook de namen. Van het eerstgeboren kleinkind en van de kleinkinderen. Ik heb ook een andere naam. Ja, wat is het dan? Ik heet Alois. Officieel. Maar ja, klonk natuurlijk niet als je plaatjes ging draaien. Nee. Maar we hebben het nu over Jay Mokeram. Ja. Jij zei, ik zei van dat je broer naar Vlissingen gegaan is, als huisdokter. Mm-hmm. Is dat leuk? Hij vindt het wel. Hij vindt het eigenlijk? Ja, hij vindt het heel leuk. En het bevalt hem ook heel goed in Zeeland. En wat me dan nog integreert is dat jij vertelt dat je vader rijstboer was. Ja. Zo komt zo'n meneer naar Nederland. En wat gaat hij dan doen? Ja, dat was heel moeilijk. Ja. Hij was het gewend om met een paar honderd mensen... Vrij. En met een paar honderd mensen tegelijk te zorgen voor verwerking van rijst. Ja. Over hele grote velden. Ik heb daar geen plaatje van meegenomen, maar die zijn er wel. En mijn broer is wel naar Zuid-Amerika gegaan en heeft de rijstvelden bezocht waar het om ging. En hij zei ook van dat het uitgestrekte vlakte was. En mijn vader zei van ja, we hadden echt een paar honderd mensen nodig om dat allemaal te verwerken. En als je dan van eigenlijk een groot bedrijf terugkomt naar jezelf in loondienst, dan heeft hij dat als heel erg... Een gat. Ja, heel erg moeilijk ervaren. Maar hij is wel heel blij hier en hij woont hier nog steeds. En... zijn gezondheid is wat minder, maar ja, wat hij vertelde was dat het in ieder geval heel moeilijk was. Ja, het lijkt mij ongelooflijk, ongelooflijk zwaar. Ja. Als je daar de vrijheid hebt, je hebt daar de zon, je hebt daar mensen die met je meewerken en je komt naar Nederland. Want jullie zijn terechtgekomen in Heerlen. Dat was heel toevallig, geloof ik. Heel toevallig, want ze dachten echt dat het Haarlem was. En het gezin kwam naar Nederland en er werd een woning toegewezen in Heerlen. En bij het, zo vertellen mijn ouders dat, zoeken naar de trein werd eerst gezocht naar Haarlem, de trein naar Haarlem. Totdat iemand zei van nee, je moet de andere kant op. En het is Heerlen, het staat hier op het papiertje. Ik zeg oké, ja. Toen zijn ze naar Heerlen gegaan met de trein. Ik hoop niet dat je dat aan vindt, want jullie hebben eerst boven een café gewoond. Hè? Dan word je daar gewoon neergezet, hè? Boven een café. Hè? Ja, dat klopt. Kun jij nou ook inbeelden wat die mensen die uit Syrië en hier allemaal meemaken? Dat kan me wel nog herinneren toen ik heel klein was, toen het pas hier was. Dat ik de eerste keer sneeuw zag en dat ik van dichtbij meemaakte dat we uit elkaar gehaald werden als gezin. Dat is heel zwaar. Ja, hè. Ik vertel er nu luchtig over, maar dat was heel zwaar. Ja, want ik heb gelezen dat jullie, vanwege het feit dat jeugdbescherming of zoiets zei, jullie mogen niet boven, de kinderen mogen niet boven een café wonen. Klopt. Dat jij eventjes in een weeshuis bent geplaatst samen met je broer. Iets verderop. Godverdomme, ben jij goed terechtgekomen, hè? Hier was je op de lagere school. Ja. Waar was dat? De Franciscus van Assisi Basisschool in Eikenveld. Dat is een katholieke naam. En je zei net dat je niet in God gelooft. Nee, dat klopt. Maar er was ook geen keuze. Er werd ook gezegd van God, de woning die jullie krijgen staat in Eikenveld. Ja. En bij Eikenveld hoort de Franciscus van Assisi basisschool. En het was allemaal gelovig. En mijn ouders die wisten niet dat je ook voor een vrije school zou kunnen kiezen. Volgens mij, ik vraag me of die ooit nog, of die toen nog bestonden. Maar in ieder geval, ze hebben ervoor gekozen om de basisschool te gebruiken in die wijk stond. En ik heb er geen spijt van. En ik geloof niet in God, maar
ik ben wel dankbaar voor de opleiding die ik gekregen heb dat bij gelovigen hoort. Ja. Dat klinkt misschien raar, nee. Maar de gebruiken van de christelijke en normen en waarden. En de regels die daarbij horen, de normen en waarden inderdaad, daar hecht ik zeer aan. En dat heeft me goed gedaan. En ik denk dat het in ieder geval niet verkeerd is. Dus ik ben niet gelovig, maar ik heb absoluut niets. Hoe doe je dat met je eigen kinderen? Die probeer ik dezelfde normen en waarden mee te geven. En die zitten ook op een Rooms-Katholieke school. Alleen een andere wijk. Soms is het gecompliceerd. Ja. En we slaan een heel stuk over. Ik heb het wel in het beginverhaaltje verteld. Nadat je in Maastricht gestudeerd hebt en nog wat bijbaantjes gehad hebt, ben je bij de marine gegaan. Ja. Ja. Was dat toch de zucht naar avontuur of wilde je... Absoluut. Ik had gestudeerd, maar na het afronden van mijn studie had ik stage gelopen bij een Amsterdamse kantoor, een groot advocaatkantoor. En toen dacht ik van, ja, weet je, ik wil toch eerst iets anders. Ja. En toen ben ik naar de marine gegaan. Zeker met avontuurlijke dingen die ik heb meegemaakt tijdens mijn studie. Maar die opleiding is zwaar. Dat weet ik ook nog van mezelf. Die opleiding is... En je was adelborst. Ja. Heb ik heel veel geleerd. Ja, en dat kan ik iedereen aanraden. En ik weet zeker jij ook. Ja, ik soms denk ik wel eens een keer. Maar ja, ik ben 30 jaar ouder dan je. Of zoiets. Denk ik. Maar denk ik wel eens. Het zou eigenlijk wel weer eens moeten kunnen. Zo'n militaire dienst voor iedereen. Zou dat niet? Ik zou ervoor zijn. Ja. En jij weet natuurlijk waar ik het over heb. Maar je kunt namelijk niemand uitleggen hoe hij of zij zal reageren onder stress. En nu zegt men al gauw, ja, maar ik heb vandaag hard gewerkt en ik moet nog een sociale verplichting doen en ik heb veel aan mijn hoofd. Ja, jij en ik, wij weten dat als je met 50 kilo op je rug moet lopen en daarnaast nog met een paar baksmaten een ketting moet dragen en dat je ook nog gevraagd wordt om naar een bepaald coördinaat te lopen, en dat iedereen honger heeft en niet geslapen heeft, niet gedoucht heeft, al weken. Ja. Dat je dan... Heerlijk stinkt. Dat je dan anders op elkaar reageert en ook op situaties anders reageert. En dat je dan met de groep wordt bijgebracht van hoe je het dan wel moet doen. Dat je altijd een oplossing ziet, maar ook zoekt. Hm. Tot in het extreme toe. Volgens mij is het ook een beetje te vergelijken met wat hier in Limburg, in Zuid-Limburg, met de mijnen. Die kameraadschap. Ja. Dat valt ook niet uit te leggen. De kompelmentaliteit. Ja. Waar ze het bij jouw geliefde voetbalclub Roda nog over hebben. Wat denk je daar trouwens van? Laat ik zeggen dat het turbulent is. En heeft dat ik hoop. Ja, het heeft altijd toekomst. We zien altijd een lichtpuntje. En misschien is het ook wel nodig om mensen duidelijk te maken dat iedereen ervoor moet gaan om ook de club te behouden. Je ziet wel hoe snel het verkeerd kan gaan. Dus er zijn ook wat mensen burgerlijk ongehoorzaam geweest daar? Ja, en ik las heel veel en ik moet daar natuurlijk erg voorzichtig in zijn, want ik wil daar niet een uitgesproken mening over hebben. Ik ga ook niet zeggen of het goed of fout is, maar ik ga wel zeggen dat ik het begrijp. Hoe oud was je toen? Dan moet ik even goed nadenken. Volgens mij was ik 22 of zo. Ja. Hoe lang ben je erin geweest? 3 jaar. Ja, ik zie het avontuur in je ogen hier. Je wordt je beëdigd door een man met heel veel gouden strepen. Ja. Jij had er ook. Ik heb voor zo'n mens als jou vroeger moeten groeten. Ja, dat zou kunnen. Ja, ik was luitenant van zee. Ja. En je werd opgeleid om inderdaad ook leiding te gaan geven. En op enig moment heb ik dat ook wel moeten doen. En daar heb ik ook heel veel van geleerd. Maak je van dat leidinggeven, maak je daar nu nog wat van? Ja, stijlverschillen. Ja. Dit is het verschil of je nou militair bent en onder die omstandigheden moet werken. Of dat je in het zakelijke verkeer moet leidinggeven. Eigenlijk zit daar wel heel veel gelijkenis in. Maar je merkt wel verschillen. En je merkt ook dat je dat op verschillende manieren kan doen. En nogmaals, uit de periode dat ik studeerde, heb ik ook heel veel voorbeelden gehad. En dat gebruik ik nog steeds. Ja, het kan een hele mooie tijd zijn. En ik vind het heel fijn dat jij dat tenminste aan gehad hebt. Ja, zeer veel aan gehad.
Maar je grote droom, daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad, als kind, was piloot worden. Ja. Piloot. Ja, dan ben je hier geen piloot, hier ga je parachute springen. Ja. Hoe kwam dat? Ja, dat hoorde bij de opleiding. Tenminste, je mocht, het was niet verplicht, maar je mocht ervoor kiezen. En ik dacht dat zo'n wing op mijn pak wel mooi zou zijn. Ja. En natuurlijk, ja, dit is de eerste keer en de enige keer dat ik echt bang ben geweest. Dat is niet te beschrijven wat je voelt als je voor de eerste keer bij de deuropening zit en dat iemand moet zeggen, en nu springen, dan zegt hij go. Ja, ja, ja. En dat je dan denkt van, oh, wacht eens even. Ja, gaat dat ding wel open? Ja, het gaat ook vrij snel allemaal. Hè. Je bent nog grapjes met elkaar aan het maken als je omhoog gaat. En dus, ja, je voelt je dan behoorlijk stoer. Totdat het deurtje open gaat. En dan denk je van, ja, is dit wel de bedoeling? Maar je had eigenlijk ook piloot willen worden. Ja, zeker. Zeker, ja. Ja, dat was daarvoor. Ik wilde mijn ouders dat niet aandoen. Ik was goedgekeurd voor de pilotenopleiding en dan zou ik naar Texas moeten gaan. Hmm. Alleen, dat was geen militaire opleiding, maar dat was een civiele opleiding. Dat betekent dat je dan voor een vliegtuigmaatschappij zou gaan werken. En ja. Je moest dus de opleiding zelf gaan bekostigen. En dat was destijds rond de 100.000 gulden. En mijn ouders zouden een lening op moeten nemen. En ik wilde dat niet. Ik was goedgekeurd. Ik had de keuring ook gedaan. Maar ik dacht van, dat doe ik niet. Ik ben gaan studeren. Hoe zie je dan zijn toekomst als advocaat? Positief. Ik zie wel ontwikkelingen. Maar ik ben wel positief over de toekomst, voor het vak. Ja? Ja. Ja. Je hebt fiscaal recht gedaan? Ik heb fiscaal recht gedaan en ik doe op dit moment vennootschapsrecht en behandelen goed zaken. Eigenlijk alles wat met bedrijven te maken heeft. Daar los ik heel veel problemen voor. Curator? Ja, ben ik ook. De laatste tijd minder, heb ik geen aanstellingen meer gekregen. Maar ik focus me nu op de bedrijven en het adviseren van bedrijven. Hoe ze ook met faillissement situaties zouden moeten omgaan. Wat vind je van Heerlen? Even zo het al zeiden, momenteel. Wat ik van Heerlen vind? Heerlen is mijn stad. Ik legde net uit dat ik niet de behoefte voelde om naar Zuid-Amerika te gaan, omdat men het eigenlijk weinig zegt, behalve dat ik daar geboren ben, dat ik daar begonnen ben. Maar als je me vraagt waar mijn thuis is, dan is dat Heerlen. En ik heb heel vaak discussies, ook toen ik in Den Haag en in Den Helder werkte, vaak discussies erover. Dat men mij Limbabwe noemde. En bij de marine had ik de Limburgse vlag gewoon boven mijn bed hangen. Daar kreeg ik natuurlijk ook reacties op. Maar als je mij vraagt waar mijn thuis is dat Heerlen. Daarom woon ik ook in Heerlen. Als de Heerlenaren mij dan vragen waar kom je vandaan, dan zeg ik Eikenerveld. Dus dat moet toch duidelijk zijn. Je trots, yes. Denk ik. Behalve ja. Je vak en alles wat je meegemaakt hebt. Vier kinderen. Ja. Ja. Twee meisjes, twee jongens. Ja. Ene van hun voetbalt. Beide jongens voetballen. Ah. Ja. Ja. Ja, dit is volgens mij een oudere foto of is dat toch wel nieuw? Hoe oud is je dochter? De jongste dochter is 6. Ja. En de oudste dochter is 16. En de zoon is dan 14. 14, ja. Ja. En hij is 3. Wat heb je nou voor zijn kinderen een speciale wens voor later? Wat wil je ze meegeven voor later? Dat ze moeten gaan doen wat ze leuk vinden en dat ze er vooral voor elkaar moeten zijn. Dan zou ik en ergens hoop je natuurlijk ook wel dat ze zo'n kameraadschap vinden, zoals jij bij de marine gehad hebt. Dat bedoel ik met dat ze er voor elkaar moeten zijn, want dat is de kameraadschap. Ja. En dat valt niet uit te wissen dan wat te veranderen. Ook niet in conflicten, dat blijft. Ja. En dat wil ik voor. Dat zal voor elkaar zijn. Jee. Het is afgelopen. Het gaat snel, hè? Ja? 20 minuten. Hm. Dankjewel, hè. We hebben nog heel veel. Adieu, hoor.